je gemakkelijk? Ja, ik hoef geen seconde te twijfelen of dat jij fans hebt. Die heb jij. Ze zegt. Hoi, ik ben Owen en ik heb het boek Mag ik naast je zitten? Geschreven door Sarah Wakes en Gita Varadarian. Ik heb deze boek specifiek uitgekozen, want mijn moeder komt uit Canada en die moest naar Nederland verhuizen voor mijn vader en die moest alles opnieuw leren. Net als Ravi, het hoofdpersoon in deze boek, alleen dan is het een ander land met Ravi. Alleen ik ga niet zeggen welk land, want dat krijg je nog in het boek te horen. Ik ga nu beginnen en ik hoop dat jullie helemaal worden meegetrokken met het verhaal. Ravi. De meeste Amerikanen kunnen mijn naam niet uitspreken. Tijdens mijn eerste dag op de nieuwe school is de lerares, mevrouw Wie, zo dapper om een poging te wagen. Sorianje, zegt ze. Haar wenkbrauwen schieten op en neer zoals de klanken vormt. Sorianerianaan, zeg ik langzaam. Ze probeert het nog eens. Maar wordt er niet beter op. Daar zal ik nog eens even voor moeten oefenen, zegt ze met een lachje. Ik lach terug. Surayanirianan is mijn achternaam. Mijn voornaam is Ravi. Dat spreek je uit als Ravi. Met de korte A van kan en met een lange vi. In het Sanskriet betekent het de zon. In Amerika noemt iedereen me een Ravi. Met de klemtoon op de eerste lettergreep. Dat betekent niets. Geduld is een... Ik heb het over Owen. Origineel Owen. Je hebt Dikkie Dik erbij betrokken. Leuke inleiding. Je was goed verstaanbaar en nog een heel mooi fragment. Dat is de voorleeskampioen waarvan de fans die altijd de kortste jel hadden van allemaal. Sjoerd Owen. Voor even kijken, burgemeester moet links, Owen moet rechts, zo hoort dat altijd. Belangrijkste gast van de burgemeester is zelf altijd rechts van de burgemeester. Dus je laat het rood en rechts wel uit waar dat vandaan is gekomen. Dat is van de historie. Ik heb voor jou hier de oorkonde voor deze kampioen 2022-2023. En dat betekent dat jij nu de Gerben en Nederwetten moet gaan vertegenwoordigen bij de provinciale verkiezingen van de voorleeskampioen. En volgens mij gaan wij jou daar allemaal in steunen. En ik wil het druk niet te hoog maken, maar ik ga ervan uit dat jij ook gewoon de Nederlandse voorleeskampioen wordt. Afgesproken? Ja! Nou, ik ben heel blij dat ik heb gewonnen. Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Alleen, het is gewoon een hele grote verrassing. En ja, ik had het gewoon helemaal niet verwacht. Waarom heb jij dit boek gekozen? Omdat het een beetje laat denken aan mijn moeder. Want die was van Canada terug naar Nederland verhuisd. En die moest alles opnieuw leren voor mijn vader. En dat is eigenlijk net als Ravi, het hoofdpersoon in dit boek. Alleen in plaats van Canada is het hier in India. Het is eigenlijk best wel een leuke cadeau voor mijn vader, want die is toevallig vandaag ook jarig. Ja, dan gaan we je vader ook even voor de camera vragen. Is goed. Hoe trots bent u op uw zoon? Ja, zoals mijn zoontje het al zei, ik kan mijn eigen geen mooier verjaardagscadeau wensen. Super trots. Super trots. En wat vindt u van zijn keuze voor het boek? Eigenlijk een hele mooie keuze. En dat heeft met name te maken dat we een beetje in dezelfde sfeer zitten dan waar het boek over gaat. Mijn vrouw komt uit Canada, heeft op zich in een andere omgeving haar eigen aan moeten passen. En dat staat er ook zo in het boek geschreven. Dus ik vind het heel mooi kloppen bij ons gezinnetje. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en met de prijs van de jaar. Twee keer felicitaties ontvangen. Dankjewel.